Goedemiddag, trouwe kijkers van de regionale Omroep Scheveningen. Vandaag alweer de tweede uitzending van ons nieuwe sportprogramma, De Magie van de Bal. Een programma waarin diverse sporten de revue zullen passeren. En waarin het amateurvoetbal uit de residentie en Scheveningen in het bijzonder centraal staat. We staan momenteel in het KG-stadion van Aden Den Haag, waar de wedstrijd over een uur zal plaatsvinden. In het kader van de KNVB-beker, eerste ronde tussen de amateurs van Scheveningen en de profs van Ajax uit Amsterdam. Ja, het is een bijzondere dag. En hopelijk ook voor de Scheveningers een hele vreugdevolle dag. Dat het een bijzondere dag is, blijkt wel uit het feit dat het bestuur van de club besloten heeft alle trainingen voor vanavond van de jeugd en de lage senioren te schrappen. Waardoor iedereen in de gelegenheid wordt gesteld om deze bijzondere wedstrijd live bij te kunnen wonen. Normaal gesproken zou het duel worden gespeeld op het oude vertrouwde complex van Houthuis. Ja, waar het niet dat de gemeente Den Haag besloten heeft om het duel te verplaatsen naar het stadion waar we nu zijn. Dit heeft alles te maken met de veiligheidsredenen. Vandaar ook dat de supporters van Ajax vanavond niet aanwezig zullen zijn. Ja, helaas, het zou natuurlijk erg mooi zijn geweest als het op Houthuis had plaatsgevonden. Maar ja, door omstandigheden wordt het duel gespeeld nu hier in het KG-stadion van ADO. Ja, de KNVB-loting heeft uiteindelijk bepaald dat de scholenkoppen vanavond om 6:30 mogen aftrappen tegen de rood-witte brigade van Mosselkeijsen, de trainer van Ajax. Voor Ajax is het overigens de eerste wedstrijd in de bekertoernooi. Dat geldt niet voor de Scheveningers. De mannen van John Blok hebben in de voorronde eerst moeten afrekenen met de Groene Ster uit Limburg. Om vervolgens VV Spijkenisse na 120 lange minuten vanaf de 11 meter stip te verslaan. Ja, u zult zich waarschijnlijk afvragen hoe groot is nou de kans dat Scheveningen het grote Ajax zal kloppen in de KNVB-beker. Nou, we weten, alles is mogelijk. Kijk de gisteravond. GVV en Kozakke Boys schakelen respectievelijk de Graafschap en Dordrecht uit. Maar als je gewoon heel reëel bent en de nuchtere Scheveningen zijn reëel, is die kans natuurlijk heel, heel klein dat dit vanavond zal gebeuren. Er zijn natuurlijk in het verleden wel vaker grote verrassingen geweest. Denk maar aan het verhaal van David en Goliath. Ja, dat is een hele leuke vergelijking. Lang, lang geleden. En als je de boekjes hebt geleerd uit je hoofd, weet je dat David won van Goliath. Kortom, klein duimpje won van de grote reus. En weet je, dat is ook het leuke van voetballen. Alles is mogelijk. Die bal blijft rond. En ook zoals ons programma heet, de magie van de bal. Soms kan een bal hele rare wendingen nemen. Terwijl trainer John Blok van Scheveningen het moet doen met een bijna voltallige selectie, zal trainer Marcel Keizer van Ajax het moeten doen met 6 spelers die hij mist. Er zijn onder andere Younes, Onana, Cachera en Donny van den Beek die vanavond vrijaf hebben gekregen. Terwijl Davy Sinkgraven en Albast geblesseerd zijn. Ja, wat kunnen we eigenlijk vanavond verwachten? Het is wel zo dat Ajax vanavond met de bekende namen zal spelen als Justin Kluivert, Klaas-Jan Huntelaar, Nick Viergever, Kasper Dolberg om er maar een paar te noemen. Dus we kunnen niet zeggen dat Ajax hier met een veredeld B-team zal aantreden. Dus ja, Scheveningen aan de bak. Net als u zijn ook wij vanavond enorm benieuwd naar de komende confrontatie tussen de derde divisionist Scheveningen en de eerste divisionist Ajax. Zullen de Amsterdammers, die overigens 3 dagen geleden in hetzelfde stadion teleurstellend gelijkspel tegen ADO, zullen de Amsterdammers vanavond wederom teleurstellend huiswaarts keren? En dat bedoel ik met een teleurstelling die ze in Amsterdam misschien nooit zullen vergeten. Wel, zoals ik al zei, de bal is rond, de magie van de bal. Wie weet. Naast mij staat John Blok, alweer 14 seizoenen lang de hoofdtrainer van de Scheveningers. En tevens oud eerste elftalspeler van ja, ik mag wel zeggen, die gouden generatie. Toen destijds onder leiding van Martin Jol, waarmee John en de andere collega's de algehele amateurtitel van Nederland in de wacht sleepten. John, daags na de wedstrijd tegen Ajax gisteravond. Ja,
De 1-5 nederlaag. Een acceptabele, maar geen verrassing, denk ik. Nee, zeker niet. En ja, acceptabel. Tuurlijk, als je naar de selectie van Ajax kijkt en je kijkt naar onze selectie, dan kijkt niemand er vreemd van op in Nederland dat je deze wedstrijd verliest. Maar ja, het blijft toch een wedstrijd die je verliest. Hè. Dat zal nooit winnen. Dat is altijd vervelend. Maar goed, als je naar het geheel kijkt, hoe we de club hebben verkocht, dan denk ik dat we uiteindelijk toch wat tevreden moeten zijn. En ja, het is natuurlijk uitermate leuk dat je nog een doelpuntje meepakt. Nou, dat is helemaal natuurlijk fantastisch dat je toch kan zeggen dat je tegen Ajax toch nog die goal gemaakt hebt. Was je tevreden over de wijze waarop je ploeg Ajax met name in de eerste helft opving? Ja, zeker. Je ziet dat we, dat is op de beelden van Fox Sports mooi te zien, dat we heel compact speelden, maar ook naar voren durfden te spelen. En vooral dat we in balbezit ook durfden te voetballen. Het is niet zo dat we alleen maar hebben tegengehouden en de bal naar voren hebben geschoten. We hebben ook wel geprobeerd te voetballen en kansen gecreëerd. En eigenlijk als je ziet hoe we de goals dan weggeven, dan vind ik dat nog te makkelijk. Misschien is het ook iets te kritisch hoor, maar is het ook de kwaliteit van Ajax. Maar... Zeker de eerste goal? Ja, fantastische goal, maar ik denk ook dat hij van die afstand er gewoon niet in mag. En ja, bij de tweede staan we gewoon afgeslagen bal staan we te snurken. De voorzet moet eruit en daarna moet je hem ook gewoon beter verdedigen. Ja, de tweede helft konden we dat iets minder goed opbrengen, omdat de vermoeidheid ook toeslaat. Dat was ook goed te zien, absoluut. Ja, en een aantal jongens, dat heb ik al eerder gezegd, die zijn nog aan het terugkomen van blessures. Nou, dan ben je ook nog niet helemaal topfit, dus dan wordt het nog eens wat lastiger. Dus des te knapper is het dat we op dat moment wel die goal maken. En ik zei het net al, het is ook niet zo gek. Ik heb het gisteren ook vergeleken. Als je naar de Champions League kijkt, dan heeft iedereen het over dat Feyenoord het niet kan bolwerken tegen City, omdat het zoveel in geld scheelt. Ja. Als ik de selectie van Ajax met die van Scheveningen vergelijk, dan gaat het nog wel eens om de spelersgroep. Maar van de buitenspeler van Ajax kun je dit hele complex kopen, het koelhuis erbij. Dus dat zegt al genoeg. Helemaal waar, John. Wat me wel opviel was dat, kijk, hij maakt natuurlijk de eerste goal, Dolberg, en al zeker na 4 minuutjes. De assist op Siem de Jong. Maar wat me dus wel opviel was dat Dolberg in de eerste helft eigenlijk daarna, op die 2 momenten na, ja, vrij ongevaarlijk was. Terwijl hij in de tweede helft werd hij dus beter gevonden. Tempo ging natuurlijk ook bij Ajax omhoog. Er werd ook eerder druk naar voren gezet. Maar in de eerste helft zag het er best wel aardig uit. En ook het feit wat je zei van dat jullie toch een aantal keren in de 16 komen bij Ajax. Zelfs een uitstekende kopkans kan ik me herinneren, vanaf de linkerflank. Ja. 2 keer een corner waar Ajax totaal niet goed staat. En het gekke is dat natuurlijk in de tweede helft het nog nauwelijks voorkomt dat jullie op de helft spelen van Ajax. Maar dan komt het moment. Ja, nee, maar dat was mooi. Hè. Dat hebben we ook in de rust gezegd. Laten we in ieder geval proberen om die goal dan nog te maken. Omdat ik ook vond dat de eerste helft daar de mogelijkheden lagen. Hè. We waren ook wat slordig. Absoluut. Wat slordig in het uitspelen af en toe. En ja, des te leuker is dat het dan lukt. Ja, dan moet je ook nog een beetje geluk hebben. Want ja, de scheidsrechter kan ook zomaar besluiten om die derde goal af te keuren. Hè. Want dat zat toch tegen een overtreding aan. En als je goed op de beelden kijkt bij de strafschop, is het Neres die de eerste overtreding maakt. Die klemt gewoon de arm van Koorndijk vast en daarna pakt hij hem pas vast. Ja, dan hoop je eigenlijk dat ze dat op de videobeelden zien. Maar... Slim gedaan van Neres natuurlijk. Ja, tuurlijk. En dat zijn dan de kleine dingetjes hè, die je net even tegen hebt. Nou ja, goed, of je nou 3 of 5-1 verliest, verloren hadden we hem. Maar dat heb ik gisteren ook gezegd. We konden in ieder geval met opgeheven hoofd van het veld af, denk ik. En ja, ik hoop dat we deze dingen meenemen naar aanstaande zaterdag. Want ja, competitie blijft toch voor ons het allerbelangrijkste. Ja, ik wou zeggen, het is natuurlijk nu, zeg maar, spookjes natuurlijk niet uit, om het zo maar te zeggen. Zaterdag natuurlijk een hele belangrijke wedstrijd tegen Sneek. Eigenlijk een 6-punter. Heb je het idee dat die jongens die knop weer om kunnen zetten? Vandaag is het donderdag, over 2 dagen is het weer gewoon back to business. Denk je dat het lukt? Ja, zeker. Zeker. Alleen ik zou nog niet van een 6-puntenwedstrijd willen spreken hoor. Want ja, we zijn net begonnen. Hè. We hebben 3 wedstrijden gespeeld. Dus dat ja, zo zie ik dat nog helemaal niet. Vorig jaar stonden we deze periode bovenaan. Toen heb ik ook gezegd, joh, laten we het van wedstrijd naar wedstrijd bekijken. En na wedstrijd of 10 kunnen we eens gaan kijken hoe het zit. Het enige waar ik wel heel tevreden over ben, is dat we nu eigenlijk
weer keuzes moeten gaan maken, omdat iedereen zo'n beetje terug is. Het is nu nog voor de training, dus we moeten even afwachten of iedereen ook echt hersteld is van gisteren. Ook je vraag, ja. Ja, en het vervelende is wel dat we zaterdag nu net naar Sneek toe moeten, waar deze week het hoofdveld weer goedgekeurd is. Terwijl het afgekeurd was omdat het te hard is. Ze hebben alleen in het 16 meter gebied wat nieuwe stukken kunstgras neergelegd en we moeten er weer op gaan spelen. Ja, dat zal ook niet bevorderlijk zijn voor deze spelers die toch wat minder belastbaar zijn omdat je zo'n zware pot in de been hebt. Dus ik hoop dat we ook na zaterdag allemaal nog heel zijn. En ja, goed, in Sneek hebben we een goede historie en ja, we hopen dat de aanstaande zaterdag zo te houden. Maar het is altijd een stugge en lastige ploeg om tegen te spelen en ook een heel lastig veld om op te spelen. Naast mij staat Barry Rogge, ja, de doelpunt te maken van de enige Scheveningstreffer gisteravond tegen Ajax. En wat voor een? Barry, wat ging er door je heen dat je die bal hoog in je touw jaste gisteravond? Wat er door me heen ging? Ja, blijdschap. Het was een mooie goal. Om zoiets mee te maken, dat is hartstikke gaaf. Ja, want ook de manier hoe je juichte, alsof je inderdaad de winnende maakt om het kampioenschap van Nederland. En je bent natuurlijk een jongen van de eigen opleiding. Wat me opviel was dat je in de eerste helft nog een aantal keren het initiatief nam. Je bent natuurlijk vrij snel om met de bal aan je voet de versnelling in te brengen. Tweede helft gebeurde het eigenlijk nauwelijks nog. Maar ja, tot dat moment hè? Ja, tot dat moment. Ja, ik had voor mezelf gewoon voorgenomen om gewoon laten zien wat je kan. Gewoon proberen acties te maken, gewoon eigenlijk een beetje scheid te hebben. Ja. Je was niet nerveus? Nee, ja, ik was zenuwachtig. Maar, ja. Was niet echt te zien, moet ik zeggen? Nee, als ik in het veld sta, dan ben ik het kwijt. Maar we kennen Haagse bluff hier zo? Ik denk het wel, ja, zeker. Nou ja, ik bedoel, als je natuurlijk straks hopelijk 100 jaar mag worden, dan zul je natuurlijk dit moment, 20 september 2017. Je hebt nog geen kinderen, geloof ik, maar dat kan je natuurlijk dan tegen die kinderen en tegen die kleinkinderen gaan vertellen. Van opa en papa, die maakte ooit tegen Ajax die goal. Dat kan je natuurlijk meenemen. Ja, ja, ik weet zeker dat ik die moment nummers heb vergeten. Dit is zonder meer, dit is ook de punt van mijn voetballeven tot nu toe. Dus ja, het is gewoon hartstikke. Heel veel reacties gekregen van vrienden, kennissen, de hele dag? Ja, ik heb echt heel veel reacties gehad. Gisteravond toen mijn telefoon was leeg na de wedstrijd, dus ik kon ook niemand bereiken. Maar toen ik thuis kwam, toen opende ik mijn telefoon. Ja, dat was echt niet normaal. Zoveel mensen. Ja, dat geloof ik best, ja. Ja, dat was echt gaaf. Hey, beloof je mij dat je zaterdag is natuurlijk een hele belangrijke wedstrijd. Ik zei al tegen John, tegen je trainer. Een 6-punten-wedstrijd. Nou, hij ziet het anders, omdat het natuurlijk nog vrij in het begin is. Hè. Ik bedoel, 3 gespeeld, 1 punt. Ja, daar valt ook nog eigenlijk weinig van te zeggen. Maar beloof je mij dat je zaterdag gewoon minstens een goal maakt? Hij hoeft niet zo mooi als gisteravond. Maar maak er eentje. Beloof je me dat? Ja, dat beloof ik. Komt goed. Nou, dit was dan de reportage over de bekerwedstrijd tussen Scheveningen en Ajax. We zijn gisteren begonnen in het Cardine Stadion en we eindigen hier op Houthust, daar waar de club ook thuis hoort. Ik zou zeggen, ik hoop dat jullie genoten hebben. Ik kan me voorstellen niet zozeer van de uitslag, maar wel van de reportage. En we hopen jullie weer gauw te zien. Mensen, nog een fijne avond.